Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Max ICT en ROC Eindhoven. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Brabant Business vanuit ons behagen in Strijbeek. We gaan het vandaag hebben over bedrijfsovernames. En dan zowel vanuit de kant van het bedrijfsleven als uit het oog van de Kamer van Koophandel. Daarnaast zit Jeroen van Dalen bij ons aan tafel en die gaat je helpen bij het maken van de juiste keuze voor een notebook. En we hebben weer een kerstvers team klaarstaan in Nationaal Zwemcentrum De Tongenreep voor een nieuwe aflevering van Watermanagement. Ja, om ook juridisch helemaal onderbouwd te zijn, vandaag ook een gast uit een gerenommeerd advocatenkantoor uit het oosten van onze provincie. Ook zij weten alles van bedrijfsovernames, maar nog veel meer. Kortom, een heel vol programma. Wat niet anders kan dan beginnen met een blik in de keuken bij onze chef-kok Henry. Gefeliciteerd door Frank vandaag. Hè? Ja, klopt. En Frank komt ons vandaag helpen. En we hebben een keer de rol omgedraaid. Ik sta vandaag in dienst van Frank. Frank heeft de recipe gemaakt. Moet jij de huidjes snijden vandaag? Ja, al het simpele werk, zullen we zeggen. Voor koks simpel werk. Nee, maar Frank heeft samen met een team een wedstrijd gewonnen. Een supermooie beker gewonnen. Een hele mooie. En we gaan de gerechten die jongens hebben gemaakt op dat moment, mag ik assisteren om die te bereiden vandaag. Dus. Nou, vertel het maar Frank dan. Ja, we gaan vandaag maken flexibele chocolade. Met een schuim, een Italiaans schuim van tonkabonen. Er zit een gelei van framboos bij. Ja, natuurlijk verse framboosjes, bijna het seizoen nu. En ik heb wat chocoladedecoraties gemaakt. Met goudpoeder en bladgoud. Nou. Nieuwe technieken. Als het een prijs gewonnen heeft, dan moet het wellicht goed genoeg zijn voor ons, of niet? Ik denk het ook. Zijn nou flexibele chocolade? Ja, het recept oorspronkelijk is niet van mij. Dus het is wel overgekomen inderdaad vanuit het buitenland en daar heb ik mijn eigen draai aan gegeven. Maar kun je daar nou verder nog iets mee? Op het moment dat je dus echt iets uitvindt in de keuken, zeg maar, kun je daar nou nog heel rijk of heel beroemd mee worden? Nou, het zal moeilijk worden, maar... Je kunt geen superproducten of superrecepten afschermen van zeggen, dit mag niemand anders maken, want één ander productje erin of één ander ingrediënt en het is alweer een ander gerecht. Dus, nou, klinkt in ieder geval wel als muziek in onze oren. Flexibele chocolade en dat met dames aan tafel, dus dat moeten liefhebbers zijn. Welkom Irene. Je bent van het advocatenkantoor Goorts en Koppens met een tweetal vestigingen in Oost-Brabant. Net even, maar even als aardigheidje. Gerecht beschermen, dan moet ik niet bij jullie zijn. Hè? Nou, dat klinkt in ieder geval wel erg goed. Helemaal zo'n bijzonder gerecht als vandaag wordt gemaakt. Dus daar kunnen we ongetwijfeld ook nog eens naar kijken wat daar de mogelijkheden voor zijn. Jullie zijn niet echt een gespecialiseerd kantoor, maar echt een kantoor werkzaam in de volle breedte? Klopt. We zijn eigenlijk werkzaam dus op het rechtsgebied. Van echtscheiding tot vastgoedcontracten, tot een simpele omgevingsvergunning, om maar zo te zeggen. We werken in de volle breedte van onze praktijk. Met hoeveel mensen? We zijn inmiddels met 20 advocaten, verdeeld over 2 vestigingen. Wat zijn nou actuele onderwerpen? Wat speelt er nu veel? Echtscheiding. Nou, eigenlijk heel divers. We merken nu met name, en dat is ook het werkgebied waar ik werkzaam ben, op het gebied van de overheidspraktijk. Daar is veel gaande, veel nieuwe wetgeving en veel ontwikkelingen op dat gebied. Dus die volgen we ook op de voet. En dat zijn met name de bijzonderheden in ons vakgebied. Maar we merken ook steeds meer dat de ondernemer ons weet te vinden en ook op dat gebied advies wenst. En ook vaak in een eerder stadium het advies wenst van ons. Dus dat is wel iets wat nu met name gaande is. Moeten klanten altijd vragen om het advies of mochten er veranderingen zijn, geven jullie ze ook door? Ja, absoluut. Wij informeren onze klanten ook actief. En denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving of aan een seminar over algemene voorwaarden, om maar zo te zeggen. Wij benaderen onze klanten actief als het gaat om specifieke onderwerpen en informeren onze klanten ook op die wijze. Ik zie steeds meer bedrijven ook overstappen. Ik ga eerst al eens praten met een adviseur. We hebben straks ook nog in dit programma over overnames en dan komt het eigenlijk ook om de hoek. Ga eerst eens praten voordat je besluiten neemt. Komt die ondernemer echt eerder naar jullie toe? Kunnen jullie dat zien? Kun je dat meten? Of kun je... Nou, ik merk wel dat, en dat ligt natuurlijk ook voor wie je optreedt, hè? Ja. Wie je bijstaat in advies of in een procedure. Maar wat ik wel merk is dat er wel een verschuiving plaatsvindt. Dat we meer in de adviespraktijk hebben en minder een procespraktijk.
Maar goed, een advocaat heb je per definitie niet nodig. Dus dat zou het meest gunstige geval zijn. Toch een beetje een hogere ja. Mensen gaan naar mijn advocaat. Ja. Ja, dus eigenlijk heb je beter geen advocaat nodig, om maar zo te zeggen. Maar met name voor bedrijven en ondernemers en ook overheden. Voor wie je optreden is het heel prettig om eerst in de adviesfase al het een en ander te regelen. Om juist die processen en al die kosten die daarmee gepaard zijn te voorkomen. Dus het wordt eigenlijk steeds meer de sport om de zaak niet voor te laten komen. Dus niet die rechtbank ja. in. Ja, probeer het van tevoren te regelen en dan voorkom je een hoop ellende om maar zo te zeggen. Ja. En ook een hoop kosten inderdaad. De digitalisering is ook iets belangrijks geworden inmiddels. Hè? Werken we niet meer met stapels papier? Bij de rechtbank helaas nog wel. Bij ons kantoor niet. Wij werken vrijwel alleen met digitale dossiers. En dat betekent, bij ons komt de post in. Dus de fysieke post die bij ons binnenkomt op kantoor, die wordt ingescand en wordt direct aan het dossier gehangen. Dus in principe kan iedere advocaat thuis of waar dan ook inloggen en heeft zijn volledige dossier op orde. En dat betekent ook dat de klant geïnformeerd kan worden en ook direct geïnformeerd kan worden over bepaalde ontwikkelingen in zijn dossier. Ja. Dus bij wijze van heb je alleen een USB-stickje of een laptop nodig als je naar een rechtbank gaat of naar een bespreking gaat. Ja. En dat is iets waar wij ons wel onderscheiden van andere advocatenkantoren in de regio, omdat we dat ook als leidraad hebben en willen houden. En dat scheelt geld. En dat scheelt absoluut. Je hebt minder, ja, precies. Ja. Je hebt minder ondersteuning nodig. Je kan veel meer zelf doen, omdat alles eigenlijk digitaal te raadplegen is. En weg van het oude papier, om maar zo te zeggen. Dankjewel, Irene. Ja, we gaan nu naar Nationaal Zwemcentrum De Tongenreep. Want het volgende team is gespecialiseerd in fotografie. Maar vandaag moeten ze het laten zien in het zwembad. Zouden zij zich nog kunnen kwalificeren voor de halve finale? Kijk mee naar Watermanagement. Een team dat alles weet van snelle tijden, in dit geval sluitertijden. Het team van Viers Fotografie. En Viers Fotografie wordt vertegenwoordigd door Wil Dijkhuizen. Je bent er klaar voor, Wil, vandaag? Ik ben er klaar voor. Ik heb al weken getraind. Dus, op welke slag? Op de schoolslag, borstkrauwel en rugslag. Dus er kan niks gebeuren. En de andere helft van het team? Wil Viers. Wil Viers, de naam, ja, de naam natuurlijk van Viers Fotografie. Ja. Wat doet Viers? Viers is gespecialiseerd in fotografie van portretten, familieportretten, recepties, feesten. En dat is eigenlijk wat ik... Bruidsreportage hoort er ook bij? Reportages, met boek, zonder boek. Het kan allemaal. En ik ga heel erg op de persoonlijke aanpak. Dus ik moet echt een connectie hebben met de klant. Zodat de klant zich ontspannen voelt. En daar komt de foto's altijd te goede. En dat zie je ook terug in mijn foto's. Heel veel tevreden klanten? Heel veel tevreden klanten. Hoe goed ben jij in onderwaterfotografie? Onderwaterfotografie is niet mijn specialiteit. Dus dat wordt niks. Welke slag moet het gaan worden van jou vandaag? Schoolslag. En daar ga je mee winnen? Daar ga ik een heel eind mee komen. Ik wens beide heren heel veel succes. We nemen het parcours even met je door. Je zwemt naar de overkant. Daarna terug over de matten tussen de ballen door. Wederom het water in, over de obstakels heen. Even de tijd om uit te rusten, want je teamgenoot trekt je op de band terug naar de overkant en je wisselt. De tweede persoon mag. Hij trekt zichzelf in de rode band naar de overkant. Hij trotseert de obstakels, zwemt terug naar de overkant, om vervolgens zigzaggend over de matten naar de overkant te kruipen. Zwem voor je leven en stop de tijd met de bel. Simpel toch? 3, 2, 1, go! Dit doet hij sneller dan de gemiddeld. Gemiddeld doen ze een half minuut over deze baan en hij zit op 20 seconden. Krijgt hij het voor elkaar met de ballen? Woep, 1, 2. Sla ze weg. Keurig. Hij maakt hier een tijd dadelijk, daar worden we bang van. Hoe doet hij het? Hij doet het prima. Prima, we zijn al snelste. Dat denk je? Oh, dat denk ik. Ja. Daar gaan we gewoon vanuit. Maar het gaat wel heel goed. Ga maar lekker uitrusten. Naar de overkant. Hey! Nog even een reclame momentje. Met de rode band. Daar gaat hij. Wil! Die ging als de speer. Is dat zo? Laatste baantje toch wel conditie tekort. Hij zwemt. Nou, dit is ook een zwemmer. Het kan allemaal nog. De tijd hou ik nog even geheim.
Over de glijbaan, yes. Komt u maar. Maar toch, als ze dit door blijven zetten, is de tijd goed en wie weet zelfs voor hun een finale plaats. Over de matten. 1. 2. Auw. Dat is eraf. Oh, wat is dit zwaar. Die ijsschotsen, ze lijken zo simpel. Maar dit is keihard werken. De laatste mat. Daar moet je nog overheen. Kom op. Kom op, Wil. Je bent er bijna. Ja, wel pakken. Voorzichtig. Echt om elkaar heen gespeeld, hè? Ja. Jaren getraind. Je ziet het resultaat, hè? We gaan hem optellen voor jullie. Nou, de twee Willen deden het helemaal niet slecht. Hè? Maar nee. Volgende week gaan we nog de laatste kans krijgen om een team om in de halve finale te komen. Want anders zitten ze erin. Ja. Ondertussen gaan we kijken hoe onze halve finale in de keuken gaat. Met onze flexibele chocolade. Een begrip wat ik nooit meer ga vergeten. Ik ben benieuwd hoe dit gaat vergeten. Nee, maar het zijn die dingen, ja, moderne nieuwe technieken. Maar het leuke daarin is, het komt altijd terug op de basis. Hier ook chocolade. Heel belangrijk, chocolade met temperatuur in de gaten houden. Om de chocolade mooi glanzend te krijgen, lekker krokant. Zijn best wel tricky dingen, alleen gaan ze steeds meer met kleine details gaan ze het spannender maken. Nu ook, Frank had een soort folie meegenomen, gewoon een stuk eigenlijk douchegordijn. Heel simpel uitgelegd. Het wordt steeds leuker. Ja, en maar daardoor krijg je straks wel een mooie structuur. En dan zul je straks op het dessert terugzien. Dan krijg je wel een leuke structuur in het stukje chocolade. Aangezien jij de chef-kok bent, Frank, vertelt hij het goed. Ja, precies, hij vertelt het goed. Dus, klopt inderdaad wat hij zegt. Ja. Maar het is wel mooi dat je met zoiets simpels eigenlijk zoiets origineels en leuks kunt maken. Maar krijg je dan met name die prijs zeg maar door... door hoe dat je het uiteindelijk bij elkaar gelegd hebt, dus door, hoe noem je dat, de knapheid van het gerecht. Ja, het gaat natuurlijk om de smaak, maar ook een stukje creativiteit en presentatie natuurlijk. Ja. Dus ik maak ook gebruik van bladgoud. Ja, het lijkt ook heerlijk. Het ziet er super mooi uit. En de kleuren zijn belangrijk. Ik bedoel, chocolade is natuurlijk bruin, frambozen zijn rood. Nou, stel je zou alleen die componenten gebruiken, dan ziet het er natuurlijk saai uit. Ja. Dus het thema van de wedstrijd was Braziliaans, dus vandaar dat ik gekozen heb voor die Zuid-Amerikaanse tonkabonen om daar een schuim van te maken. Ja, natuurlijk, als je eerlijk bent, Brazilië doet het meestal goed op het 2K, dus daar past goud wel bij. Ja, ja. Dus vandaar dat dit gerecht zo tot stand is gekomen. Goed, ik word steeds nieuwsgieriger. Geweldig creatief. Brabant staat natuurlijk bekend om een hele hoop MKB-bedrijven. Natuurlijk zijn niet alleen de grote trekkers als Philips en ASML die de zaken bepalen in Brabant, maar meer en meer ook het hele MKB. Dat MKB staat eigenlijk voor hetzelfde probleem als de rest van de maatschappij. Het MKB in Brabant vergrijst. En dat betekent dat steeds meer bedrijven op zoek moeten naar een overnamekandidaat. Nou, vandaag hebben we aan tafel niet alleen dat overname vandaag zeg maar, een beetje thema is, maar een overnamebedrijf, een bedrijf dat mensen begeleidt bij hun overname. At Corporate, Barry, welkom. Dank je wel. Wanneer doe ik nou een beroep op jullie? Pas als ik al weet ik ga verkopen of moet ik eerder bij jullie zijn? Of? Dat kan eigenlijk allemaal. Het meest logisch is wanneer je inderdaad denkt aan een overdracht en dat je dan in ieder geval een keer bij ons op gesprek komt. Informatief vrijblijvend om te kijken van nou goed, wat voor bedrijf is het nou? En is het bedrijf aan zich ook verkoopklaar of verkoopbaar? En, toch zie ik heel veel ondernemers die misschien al wel heel lang bezig zijn in hun hoofd met die overname, maar toch lijkt wel dat er een of ander taboe op berust. Van op een gegeven moment, als dan het besluit genomen is, dan moet het ook maar vlug gebeuren. Maar... Ja, het gekke is, we hebben natuurlijk wel eerder onderzoek gedaan naar de redenen van verkoop. Er stond geld altijd op plaats 4 of 5. En je ziet met name ook door die de kredietcrisis, wel vaker genoemd is in de afgelopen jaren, is die transactiemarkt eigenlijk een beetje tot stilstand gekomen. Dus het is niet zo dat ondernemers per definitie er pas aan gaan beginnen wanneer ze er echt aan denken. Maar normaal gesproken is het echt een traject van een aantal jaren. Zo lang. Maar op het moment dat die knop om is, misschien dat je ook wel bedoelt, als die knop om is en ze hebben besloten tot verkoop, ja, dan moet het ook wel vandaag. Dan moet het ook wel vandaag verkocht zijn. Maar het is met name ook een emotionele aangelegenheid. Ja.
doen jullie nog iets in die coaching daarvan? Ja, op een aantal manieren. Enerzijds vanuit onze eigen organisatie proberen we wel de koper, of in dit geval de verkoper, want beide partijen hebben met emotie te maken. Mm. Maar in geval van verkoop, die verkoper wel voor te bereiden op wat er gaat komen. En wat gaat er dan komen? Waar moeten ze zich op instellen? Nou, een aantal aspecten. Eén, begint altijd met een analyse en een waardering. Mm-hmm. En, dat is wel een hele discussie natuurlijk. De hele discussie. Precies. Want iedereen vindt van meer, waarschijnlijk. Ja, want ons wordt wel gevraagd om daar een deskundig oordeel over te geven. Maar dat valt niet altijd mee om dat te doen, omdat inderdaad de verwachting is dat dat bedrijf heel veel waard is, zal het niet altijd zo hoeft te zijn. Ja. Maar goed, dan komt het traject en nou, dan gaat het over verwachtingsmanagement in termen van tijd, maar ook in termen van prijs. Want als er dadelijk een partij komt die zegt van nou goed, het bedrijf is hartstikke mooi en complimenten over en weer, maar vervolgens komt of de koper of de adviseur van koper en die legt daar een bod neer, ja, dat is dan vaak ooit Weer een emotioneel moment, omdat het toch wel relatief vaak afwijkt van hetgeen dat er gevraagd wordt. Maar goed, ja, dat is onderhandelen. En dat nemen wij ook altijd bij die ondernemer weg. Maar goed, je moet hem wel informeren. En vaak voelt hij dat als een oordeel over zijn bedrijf. Dus dat is wel vaak hetgeen wat zeg maar aandacht. Ja, dat het succes is, dat blijkt. Want jullie hebben inmiddels 15 vestigingen in Nederland, Duitsland, België en in Spanje. Ja. En dan hebben jullie ook nog een samenwerking lopen met onder andere bedrijventekoop.nl. Wat is daar de waarde van? Nou, die is vrij groot. Op twee manieren. We hebben in elk land waar we ook met Adkoop vertegenwoordigd zijn, ook een soortgelijke samenwerking met een website waar vraag en aanbod bij elkaar komt op gebied van bedrijfsoverdrachten. Ja. Heeft voor ons twee voordelen. Enerzijds de ondernemers die zelfstandig hun bedrijf de overname aanbieden en nog geen adviseur hebben, die kunnen in ieder geval bij ons ook een gratis oriënterend gesprek hebben. Ja. En anderzijds biedt ons heel veel informatie over de ontwikkeling van de markt. Want doordat de grootste site van Nederland is, geeft er heel veel marktinformatie. Inderdaad. Nou, wil je er meer van weten, dan kijk even op onze site brabantbusiness.nl. Dankjewel Berry voor je komst. We gaan eventjes uit voor de reclame en daarna praten we over de juiste keuze bij de aanschaf van een notebook. En we hebben het nog over meer bedrijfsoverdracht en overname, maar dan in het kader van de overnamedag van de Kamer van Koophandel in Den Bosch. Dus tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Max ICT en ROC Eindhoven. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Max ICT en ROC Eindhoven. Welkom terug bij Brabant Business. Heb je iets gemist van ons programma? Geen probleem. Kijk het op je gemak nog eens na op www.brabantbusiness.nl. En ook daar vind je alles over ons Brabant Business Magazine. We gaan eventjes in de keuken kijken bij onze creatieve heren. Goud in een gerecht. Is het überhaupt eetbaar? Ja, ik kijk toevallig op het doosje. Er zit wel degelijk echt goud in, 23 karaat goud. Vraag niet precies de combinatie, maar ja, het is net echt goud. En zeker in de bonbons, chocolade, die kleurcombinatie is sowieso super mooi. Bruin met dat goud. En, kun je er niet een leuk ringetje van draaien voor mij? Kunnen proberen. Heb je nog meer nodig dan? Nee, maar leuke producten, spannende ingrediënten. En gewoon super dessert. We hebben niet van niks die trofee gewonnen. Dus, komt hij op de kaart bij ons behagen? Deze niet. Ik heb begrepen dat hij bij de werkgever van Frank wel op de kaart staat, dit gerecht. Maar ja, we zijn toch iets meer een klassieker restaurant waar je moet goed kijken wat je gast wil. En, het is super leuk, super mooi. Maar wij moeten hier een andere bedrijfsstelling gewoon. Maar zeker in de zaken waar Frank werkt, is het een topgerecht. Je doet een stage, Frank. Ja, ik werk 4 dagen in de week en ik ga dus 1 dag naar school op dit moment. En waar werk je? Bij Hostellerie van Galen en Hezen. En jouw taak daar is? Ja, voornamelijk patisserie. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een uitdaging om toch iedere dessertkaart weer nieuwe spannende dingen te verzinnen. Mm-hmm. Wat de gast verrast. En verder sta ik eigenlijk overal wel. Dus ik help iedereen mee, om het zo maar te zeggen. Oké, nou, we zullen dadelijk uitgebreid gaan keuren. Ja. Al hoeft er weinig meer aan voor gezegd te worden. Patisserie, dat is zo voor jou, hè? Ja, toetjes. Lekker. Jeroen van Dalen, van harte welkom weer.
Ja, ik weet het wellicht. Hè. Je zit lekker op internet te snuffelen naar een nieuw notebook. Maar dan zie je daar 80 verschillende staan. En je denkt eigenlijk, welke is nou geschikt voor mij? Nou, je hoeft niet meer per se de winkel in om het advies van de verkoper te vragen. Want ook de site van Jeroen van Dalen is inmiddels up-to-date. Jij kunt ervoor zorgen dat wij nou eigenlijk op de site gewoon kunnen zien welke notebook voor mij geschikt zou kunnen zijn. Ja, digitale advies, dat zie je ook steeds meer online natuurlijk terugkomen. Hè. Hoe kan een webshop jou helpen om uiteindelijk de juiste keuze te maken? Nou, wij ondersteunen dat ook graag, omdat we het belangrijk vinden dat een klant gewoon gemakkelijk kan shoppen online. Ja. Nou, we hebben, of tenminste in de markt, onze markt is een partij geweest die het verhaal voor notebooks heeft opgepakt. Die heeft gezegd, wij gaan een performance index maken. Mm-hmm. Dat doen we aan de hand van een lijst van testen, waarmee we ieder merk, ieder notebook onafhankelijk eigenlijk een bepaalde rating geven in percentages. Dus het effect daarvan is, als je op onze website zit, krijg je bij ieder notebook krijg je die percentages te zien. En kun je dus los, onafhankelijk van onze verkopers of willekeurige andere verkopers, zelf zien hoe zo'n notebook eigenlijk geschikt is. En waar wordt die dan in onderverdeeld? Want heel eerlijk, als ik ergens een krantje zie met een leuk notebook erin en daar staat zo'n lab tekst onder, dan weet ik eigenlijk nog steeds niet wat die kan. Nou, er zijn eigenlijk vier categorieën en de belangrijkste daarin zijn eigenlijk internet. Dat is eigenlijk heel allround, wat je toch 9 van de 10 keer krijgt. Ik wil een beetje e-mailen, ik wil een beetje surfen en dat soort zaken. Dus dan wordt dat op internet gebaseerd. Echt performance, dus het zware werk heb je dan. En bijvoorbeeld ook gaming. Is een notebook echt voor gaming geschikt? Want dan moet je weer een hele zware videokaart bijvoorbeeld hebben. Nou, ik heb hier 3 notebooks vanuit de nieuwe lijn van HP meegenomen. En als je dan kijkt naar dit model, het nieuwe model, de EliteBook, dan zie je eigenlijk dat die is goedgekeurd door het Amerikaanse leger. Nou, dat is niet zomaar natuurlijk. Daar zitten wat eisen aan vast. En dan moet het dus door testen heen komen, waarbij zo'n notebook... Games spelen, zo. Juist. Nou ja, voor het idee, zo'n notebook wordt dus in 200.000 testuren getest voordat het überhaupt live komt. Dat meen je? Ja. Dus dat is heel streng. Dan zit hier een beetje flauw lacherig te doen met... Ja, je hebt natuurlijk allerlei regulations. Respect voor het notebook. En je moet daaraan voldoen. Alleen ja, als kritische klant zie je dat gewoon niet altijd. Hè? Dus het uiterlijk is iets anders dan wat heeft nou zo'n notebook precies. Geldt ook voor een behuizing natuurlijk. Je hebt echt plastic behuizingen die, als je ze een paar keer oppakt op de punt, dan breken ze. Mm-hmm. Ja, dit zijn behuizingen van een aluminium. Hè? Die zullen ook niet beschadigen. Die kun je gerust 5 tot 10 jaar gebruiken zonder dat ze afnemen. De toetsen die zijn speciaal gecoat, dus die zullen ook niet minder worden, zeg maar. En zo zie je dat zo'n notebook zich eigenlijk heel duidelijk onderscheidt, ook in veiligheid voor data bijvoorbeeld. En niet alleen fingerprint met je vinger erover, maar ook via de webcam gezichtsherkenning. Bijvoorbeeld een USB-poort die je ook als die uitstaat gewoon een randapparaat kan laden. USB 3.0 is een nieuwe techniek die ook langzaamaan binnen notebooks gaat komen, los van Sandy Bridge. Dus je ziet een hele hoop kleine technologieën die er nog in worden toegepast, maar die hebben eigenlijk allemaal tot doel om de duurzaamheid van het notebook, het gebruik van het notebook eigenlijk te stimuleren. Je hebt er 3 meegebracht? Ja, 3 verschillende modellen. HP baseert op verschillende lijnen. Voor de mobiele gebruiker zie je dus nog steeds dat 3G natuurlijk wordt embedded. En voor de business gebruiker algemeen, allround eigenlijk, heb je ook een middensegment notebook. Nou, dat heeft dan niet zo'n behuizing, maar is wel een geteste behuizing. Heeft dan wel fingerprint, heeft ook webcambeveiliging, heeft ook spill resistance. Zou je morsen, dan voert hij het netjes af, dus hij kan een stootje hebben. Ja, dus zo zie je dat nieuwe technieken eigenlijk wel goed worden toegepast voor het bedrijfsleven. Ja. Okay. Ziet u nou ook door de bomen het bos niet meer als het gaat over notebooks? Dan neem even een kijkje op onze site brabantbusiness.nl en wij linken u door naar die performance index. Ja, we hebben het net vanuit het standpunt van Ed Corporate gehad over bedrijfsovername, maar ook de Kamer van Koophandel heeft daar nog heel wat over te zeggen. Kijk maar eens mee. Henk, je bent al regelmatig te gast op activiteiten van de Kamer van Koophandel, maar vandaag ben ik te gast op jullie overnamedag. Nou, is dat iets wat ik niet zo tot de verbeelding spreek, waar ik zo weinig over hoor? Ja. Is het zo belangrijk, zo'n overnamedag? Ja, dat voorziet in een groeiende behoefte. Er zijn steeds meer ondernemers die onderneming willen kopen of willen verkopen. Dat geeft eigenlijk wel een positief beeld als mensen willen kopen. Hè? Dus... Absoluut. Je hoeft niet een onderneming te starten vanuit de nul situatie. Je kunt ook op de schouders van een ander gaan staan en kijken of je een onderneming uit de markt kunt kopen. En dat is toch een heel specifiek vraagstuk. En via onze overname-event gaan we echt in op alle
vragen die daarbij aan de orde komen. Hoeveel mensen verwachten jullie nou op zo'n overnamedag als vandaag? Zo globaal hebben wij 250 mensen die aangegeven hebben dat ze willen kopen. En 175 die hebben aangegeven dat ze willen verkopen. Dus dat is een mooie mix. En die ontmoeten elkaar hier en die spreken met deskundigen over alle ins en outs van het kopen en verkopen van een bedrijf. En die deskundigen worden door jullie geleverd, moet ik dat zo zien? Vanuit de Kamer van Koophandel, maar ook vanuit bedrijven die daar echt goed in zijn. Die betrekken we daarbij, echt dus praktijkkennis. Ondernemers die ervaring hebben, die delen die ervaringen met anderen. Dus het is echt een praktijkdag. Weer zo'n activiteit van de Kamer. Hè? Absoluut. En elke keer met grote aantallen. Dus het is niet alleen maar je inschrijven op je handelsregister, maar je kunt echt meer zaken in beroep doen. In alle fase van je ondernemerschap kom je de Kamer van Koophandel tegen als partner. Zelfs als je wil stoppen. Maar het is heel belangrijk. Hè, want een hoop ondernemers hebben natuurlijk hun hebben en houden en hun leven geïnvesteerd in de onderneming. En dan moet pensioen. Het is een pensioen, dus soms ook letterlijk. Ja. En dan moet je er toch wel op een hele goede manier afscheid van nemen. En dat is fiscaal, dat is juridisch, dat is qua management is dat een ingewikkeld vraagstuk. Daar heb je echt externe hulp bij nodig. En jullie verschaffen die hulp? Of jullie weten de plek? Laat ik het zo zeggen. Wij weten in ieder geval waar Abraham de Mosterd haalt. Nee, ik ga het heel nieuwsgierig omkijken. Ja, dankjewel. Ja, veel plezier. Dankjewel. Terwijl in de grote zaal die van het provinciehuis de eerste plenaire bijeenkomst plaatsvindt. Voor jullie is het even rustig, hè? Ja. Maar jullie werk zit er misschien nog wel aan te komen dadelijk, hè? Na zo'n bijeenkomst. Ja, er komt zeker een vervolg. We proberen mensen te boeken voor informatiegesprekken, adviesgesprekken. Ja. Waar we gewoon per klant door zullen vragen, door zullen kijken van wat is het proces, wat zijn de vragen. En die gaan we dan heel specifiek beantwoorden. Dat gelden dan zowel voor de kopers als de potentiële kopers als de potentiële verkopers? Voor beide partijen. Jullie functioneren als adviseur. Dan gaan we gewoon wat dieper op de materie in. En nou ontstaat er op een bepaald moment een match tussen een potentiële koper en iemand die zijn zaak wil verkopen. Ja. Is dan jullie werk gestopt of begint het dan eigenlijk al? De match is één, maar daarna zitten natuurlijk heel veel vragen bij beide partijen. En daar kunnen wij ook de nodige informatie over verschaffen. Ja, maar iedereen kent de KVKoper natuurlijk, die heb je nodig als je een zaak gaat starten. Ja. Maar jullie zeggen nu ook, wij zijn ook voor jullie paraat als je als ondernemer je zaak wil eindigen. Ja, wat dat betreft is dat denk ik ook een heel onbekend traject voor de ondernemer. Dat wij in dit stukje ook een stukje bemiddeling geven. Zeg eens eerlijk, ik ga nooit een keer bij jou het gevoel kruipen van hey, er komt iets voorbij mijn pad, ik zou ook al ondernemer worden. Ja, absoluut. Soms zijn er toch wel zaken die bij je beginnen te kriebelen. Wat voor iets is dat dan? Nou, dat zijn heel verschillende dingen. Ambachtelijk productiebedrijf is een keer langsgekomen waarvan ik zei van nou, dat spreekt me enorm aan. En dan denk je wel eens van, moet ik er zelf een jaar beginnen? Maar vanavond toch even rondkijken. Dat gaan we dank doen. Wel. Ja, dank je wel. Het is bijna jammer dat we dit gaan opeten, hè? Ja, daar is het wel voor gemaakt, dus, maar echt een mooi kunstwerkje. Die beker hebben ze niet voor niks gewonnen. Hier ben je bekers mee, ja. Ja. Hoe presenteer jij je gerecht, Frank? Het is flexibele chocolade, zoals ik straks al zei. Er zit een sorbet van framboos bij, vers framboos is een gelei van framboos. Een aantal chocoladedecoraties, een lauwwarm chocoladetaartje. Een kruim van pistache en karamel en het witte is een schuim van tonkabonen, afgewerkt met wat bladgoud. Nou, het ziet er fantastisch uit. We gaan ervan genieten, dankjewel. Zou ik zeggen. Dankjewel, lekker zoet. En dan drinken we vast ook iets zoets bij, denk ik, hè? Ja, dit is een Elysium wijn. Ik heb vandaag niet voor de Bajuls gekozen, wat veel mensen drinken bij een dessert. Maar ik heb voor de Elysium gekozen. Die is gemaakt van een zwarte muskaatdruif in Californië, Amerika. En deze past heel goed bij kaas, fruit, maar ook bij chocola. Een beetje liefdesdrank, hè? Elysium. Ja. Elysium. Nou, wij zullen er gewoon weer... Ik zie ook een hart op het etiket staan. Van genieten. Dankjewel. Ja, heb je nog een leuke tip voor het programma of wil je reageren op een van onze onderwerpen? Ja. Stuur dan eventjes een mailtje naar info@brabantbusiness.nl of praat mee over de onderwerpen op Twitter en dan kan het met hashtag Brabantbusiness. Ja, volgende week natuurlijk weer een hele nieuwe Brabantbusiness. Dan gaan we onder andere praten over energietechniek, over effectieve reclame en opnieuw over veiligheid op het werk. En het laatste team volgende week voor wat zich kan plaatsen voor de halve finale in ons watermanagement item. Kortom, weer een hele volle Brabantbus ook volgende week. Dank voor het kijken en graag tot volgende week. Gezondheid.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Maxi CT en ROC Eindhoven.